In Sneek is deze week het Nederlands kampioenschap zandsculpturen van start gegaan. De top van de zandsculptuurwereld is naar de watersportstad afgereisd om binnen het thema Hollywood de mooiste creaties neer te zetten. Uit alle metershoge zandsculpturen wordt zaterdag 14 juni door een deskundige jury een winnaar gekozen. Vanaf zondag is het festival geopend voor het publiek. Het Nederlands kampioenschap is onderdeel van het jaarlijkse zandsculpturenfestival dat vorig jaar bijna 50.000 bezoekers trok. Aan het festival nemen in totaal 20 kunstenaars deel uit verschillende landen, waaronder China, Rusland, Tsjechië, Spanje, Engeland en Italië. Het Nederlands kampioenschap zandsculpturen, wat houdt dat precies in? Voor de tweede maal het Nederlands kampioenschap hier in Sneek. Houdt in dat 10 Nederlandse artiesten hier een sculptuur gaan maken. Hebben zij 5 dagen de tijd voor. En dan zal een jury op zaterdag gaan bepalen welke sculptuur zij het mooiste vinden. Dan zie ik allemaal verschillende kleuren zand ook eigenlijk een beetje. En houdt dat ook in dat er zijn natuurlijk ook internationale zandsculptuurartiesten. Wordt daar onderscheid in gemaakt? Ja, we hebben 2 soorten zand. Wat witter zand en een wat grijzer soort zand. De internationale artiesten die doen voornamelijk met het witte zand. En de Nederlandse artiesten die hebben 2 beelden gemaakt. Het beeld wat ze voor het Nederlands kampioenschap gebruiken is van het grijze zand. En daarnaast een wat kleiner formaat van het witte zand. Ja, en ze mogen 2 soorten zand door elkaar heen gebruiken om accenten te leggen, diepte te creëren. Dus je kunt heel leuk spelen met 2 verschillende soorten zand. En waar komt al dat zand eigenlijk vandaan allemaal? Het witte zand komt uit Drenthe. En het grijze zand komt uit de Tjonge, bij Ouderschoot, vlakbij Heerenveen. Ja. Verwachten jullie veel bezoekers? We verwachten zeker veel bezoekers. Vorig jaar was de eerste editie hier. Dat was bijna 50.000 bezoekers. En door veel meer zand hebben we eigenlijk nu iets groter opgezet. Verwachten we eigenlijk even zoveel en hopelijk nog meer bezoekers. Je bent nu Shrek aan het maken, zie ik. Heeft u daar zelf voor gekozen of krijgt u een opdracht om iets te maken? De opdracht was om Hollywood is het thema. Dus we moesten iets maken, een beetje liefst een blockbuster, wat te maken heeft met Hollywood. En ik heb ook Shrek gekozen. En wat nou als het gaat regenen? He, dat hebben we de afgelopen dagen wel gehad. Wat dan? Dan wordt Shrek nat. Ja, wij ook. Ja. Gaat u dan ook huilen? Of? Dat is het. Nou, wij niet. En de beelden ook niet. Okay, die blijven wel heel. Ja, ze kunnen best wat water hebben. Ze zijn in het begin gecompact. Dat wil zeggen in een houten bekisting. Met heel veel water. Eerst heel goed aangedrukt. En omdat het een beetje scherpschoekig zand is. Dan gaat het goed flink op elkaar liggen. Net als Lego blokjes. Dan haal je de bekisting weg. En je houdt een klomp zand over. En daar snij je het beeld uit. En dat kan best veel water hebben. En hoe lang bent u nou met zoiets bezig? Hoe lang bent u hier eigenlijk al? Voor de Nederlandse kampioenschap hebben we 5 dagen de tijd om dit beeld af te maken. In zijn totaal. Maakt u lange dagen? We maken lange dagen. Heel veel succes. Dankjewel.